Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we het hebben over de MOQ i7. Het is een telefoon en handheld combinatie. Het is een van de duurste, maar ook echt de meest mooiste handhelds die ik heb gezien. Met de vraag is ook eigenlijk, wat kunnen we er nu mee? En dat gaan wij eventjes bekijken in deze video. Maar het eerste wat me opvalt is de presentatie van het product. Zoals ik je al eerder heb aangegeven, hij is best wel duur, maar hij is wel heel erg gaaf als het alleen al om de doos gaat. En dat is een stukje presentatie wat ik wel belangrijk vind als je een product als deze koopt. En dit is wat er dan uiteindelijk in de doos zit. Het systeem, de handleiding, een paar koptelefoontjes, we hebben een oplaadkabel en de voeding. De voeding is een vrij zware variant uiteindelijk, want ik heb diverse geprobeerd voor de grap, maar uiteindelijk moet je toch de originele gebruiken, wil je hem goed mee op kunnen laden. Zo, dit apparaat is dan ook echt een high-end apparaat en nieuwe games zoals Call of Duty Mobile draaien echt gewoon perfect. Zien er gewoon goed uit en dat is iets wat je uiteindelijk wel terug gaat zien bij producten als deze als je high-end games wilt spelen zoals PUBG, Call of Duty Mobile, je noem het maar op, het gaat het gewoon prima draaien. Als je de achterkant eraf haalt, wat je hier kan vinden is de batterij, de twee luidsprekers, de camera. En we hebben twee micro SIM opties. Oftewel, het is een telefoon zoals ik al eerder heb vermeld. En we kunnen inderdaad ook gewoon twee SIM kaartjes toevoegen en ermee bellen. Hieronder bevindt zich een koeler met een CPU. En die kan nog wel een klein beetje warm worden. Als je de handheld vastpakt, voel je ook echt dat die mega zwaar is. Ik ga eerst even dit schermpje verwijderen. Want dat het een hele leuke uitdaging is. Ja, oké. Okay. Ja, komt u maar. Ik heb geen nagels vandaag, dus... ja, dat was moeilijk. Maar goed, hij komt zo binnen met een protector erop. Aan de linkerzijde bevindt zich een analog stick. Ik vind hem niet heel fijn. En we hebben de D-pad, maar dat is ook een soort click D-pad, wat ik ook absoluut niet fijn vind. De rechterkant hebben we weer een analog stick en vier knopjes. Aan de onderzijde bevindt zich een Type-C voor opladen en een audio jack-out. Helaas hebben we maar twee schouderknoppen, wat heel jammer is, want bij veel spellen hebben we er vier nodig, willen we retro games spelen. We hebben een volumeregelaar en de aan- en uitknop, die moet je vasthouden om hem aan te zetten. Maar laten we het eens even over de Android versie hebben, want dit is een puntje waar ik wel een beetje kritiek op heb. Het nadeel van deze Android versie is heel simpel, het is een Chinese variant of een of andere gemodificeerde versie. Dat houdt dus gewoon in dat wij geen toegang hebben tot de Play Store. En dat vind ik een groot nadeel, vooral hier in Europa. Er zijn wel wat apps op voor Chinese winkels, maar daar hebben we relatief niks aan. Want 1, we kunnen het vaak niet lezen. En 2, het andere probleem is dat sommigen het gewoon niet eens doen, hier in Europa. Dus dat is dus gewoon een probleem. Dat houdt dus gewoon in dat we heel erg beperkt zijn wat we kunnen doen met apparaten. Er zijn wel weer andere soort stores die je kan gebruiken, maar alles heeft een beperking en een belemmering. En dat vind ik dus heel nadeel. Wat je kan zien, het is een prachtig scherm. Echt kwalitatief gezien is het product perfect, maar de App Store, dat is een probleem. Je ziet, hij staat er ook gewoon op, maar als je hem aanklikt, gebeurt er voor de rest helemaal niks. Het enige wat je zou kunnen doen, is de firmware updaten en misschien dat Google dan wel gebruikt kunt worden. Google Play. Nou, even kort over de camera. Er zit een best wel goede camera in. Het is niet te vergelijken met de allernieuwste telefoon. Maar goed, wil je een keer een fotootje maken van iets? Dat is dan ook echt wel mogelijk met dit apparaat. Laten we even een kleine kijk nemen met de specificaties. Zoals je hier kan zien heeft hij 4 GB RAM en zelfs 64 GB opslagcapaciteit. Daarnaast hebben wij de MediaTek Helio X27 hierin zitten. En zoals je kan zien zijn er echt aardig wat cores beschikbaar als het gaat om performance. De beeldschermverhouding is 1920x1080. En dat houdt in dat hij dus Full HD is. Hij wordt aangestuurd door een Mali T880. En dat is toch best wel een aardig krachtige GPU. Maar goed, zoals eerder vermeld, heb je nou zoiets van ik vind retro niet interessant, maar ik wil gewoon Call of Duty spelen. Dat is dan ook gewoon prima. Het werkt perfect, de touchscreen werkt goed en het grappige is, er zit eigenlijk een soort cheat systeem in. Je kan eventueel ook de knoppen verbinden aan het touchscreen. Oftewel, je kan gewoon met een joystick spelen. En dat is toch wel heel gaaf. Ik laat je gewoon even in het kort zien hier. Zoals je ziet, de linker joystick ook al geprogrammeerd. Maar je kan het ook combineren met bijvoorbeeld de analog stick aan de linkerkant. En aan de rechterkant gebruik je gewoon de touch.
Het is een beetje wat je zelf fijn vindt, want ik kan je wel vertellen, als je alles op de besturing zet, dat is wel mega wennen. Maar goed, wil je nou bijvoorbeeld dit apparaat gaan gebruiken voor emulatie, oftewel retro gaming, dat is gewoon perfect. Doordat hij zo krachtig is, heeft hij geen enkele probleem met heel veel systemen zoals PlayStation, PSP bijvoorbeeld. PSP is wel op het randje, dat ga ik je wel zeggen, want dat is toch wel een stukje software wat heel veel vereist. En het is ook vaak een combinatie van hoe werkt de hardware met de software en welke softwareversie draai je. Want als je een iets oudere versie hebt, kan dat weer net niet goed werken met je hardware. Kortom, een hoop diverse factoren wat uiteindelijk wel een effect kan hebben op de performance. Maar in het algemeen, het is best wel een duur apparaat, maar dat zie je dan ook eigenlijk alweer terug in dit soort dingen zoals de retro game afdeling, dat je gewoon heel veel oude games kan spelen. En dat is toch wel heel erg gaaf. Dus dit is wat we gaan krijgen met de MoQ. Het is echt een kwalitatief perfect product, alleen helaas de software is gebaseerd op de Chinese markt. Zou een keer een verse versie kunnen installeren van Android en we zouden gewoon de originele store kunnen gebruiken, ja, dan is dit echt wel een powerhouse om het zo maar te noemen. Dus dit is wat je gaat krijgen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik zou het leuk vinden als je abonneert op het kanaal en het belletje drukt, want dan zie ik jou weer de volgende keer.